Goedendag en welkom bij Privé TV. Vanaf januari presenteert Romy Montero familiespelshow Mijn Vader is de Beste. Opmerkelijk, want Romy heeft geen contact met haar eigen vader, Carlos, die volgens moeder Antje absoluut niet de award voor de beste vader verdient. Jan Uriel, is hier. Jan, fijn dat je er bent. Mark. Ja, de dames dragen allebei de achternaam Montero, terwijl Carlos eigenlijk al heel lang uit beeld is, hè? Ja, dat heeft te maken met het feit dat Antje die zegt van hij heeft zich nooit bemoeid met die opvoeding. Hij heeft ook nooit een financiële bijdrage geleverd aan die opvoeding van Romy. En die wil liever gewoon dat hij buiten beeld blijft. Volgens Antje zou hij zich opperbest vermaken in het buitenland. Dat is ook het verhaal geweest. Ja, dat is ook zo'n verhaal inderdaad. Dat werd ons steeds op de mouw gespeld. Toen ben ik maar eens een keer gaan zoeken. En vorig jaar heb ik hem gevonden. Ja. Niet in Zuid-Afrika, niet in Portugal, maar gewoon in Drenthe. Daar is hij leraar op een lagere school. En ik trof daar toch wel een emotionele man aan. Ik bedoel, het is een familiezaak. Zoals Antje ook zegt, van niemand heeft er iets mee te maken. Nee. Dat is haar goed recht ook, ja, hoor. En helemaal de media niet, maar de man heeft natuurlijk ook een verhaal. Er zitten natuurlijk toch twee kanten aan. En zijn verhaal is dat hij eigenlijk Romy nooit uit het oog verloren is. Hij heeft zelfs lesgegeven op een school in Hilversum, zodat hij dichter bij Utrecht was, waar Antje en Romy woonden. Er is nooit contact geweest, maar ik begrijp dus heel goed dat Antje dat gewoon nooit gewild heeft. Nee. Geen bijdrage geleverd, niet bemoeid met die opvoeding. Blijft dan ook maar weg inderdaad. Dus dat is de reden geweest dat er nooit contact tussen vader en dochter is geweest. Nee, maar de dochter is nu volwassen inmiddels. Ja. Zit er een verzoening in, denk je? Dat zou je dus kunnen denken. Hè. Ze is ver in de 20. Inmiddels is ze een grote ster geworden, hè, bij de Bodyguard onder andere. Hij is nog steeds niet naar die voorstelling geweest. Het ligt natuurlijk toch wel aan haar. Zij moet die handschoen oppakken. Misschien wil ze het niet, misschien is zij dus ook daar boos om, hè, vanwege wat er in het verleden allemaal gepasseerd is. Maar het zou niet ondenkbaar zijn dat je dus als volwassen dochter op een gegeven moment zegt van ik wil toch mijn vader zien. Dus misschien dat het ooit nog gaat gebeuren. Het is best zuur dat zij nu natuurlijk elke week de zin mijn vader is de beste moet uitspreken. Ja, dat is natuurlijk een moeilijke, hè, hoe verzin je het eigenlijk? Ja. Nou, het is een grote actrice, dat weten we inmiddels, dus ze zal die zin best wel makkelijk over de lippen kunnen krijgen. Maar misschien moet het een beetje aangepast worden. Ja. Ik heb een kleine suggestie, bijvoorbeeld mijn vader is de beste, maar mijn moeder vind ik veel leuker. Toch? Dankjewel Jan, dit was Privé TV. Meer nieuwtjes en video's op privé.nl. Tot snel.